is de Fantasie Company 5 jaar. We vieren dat met allemaal prinsessen en karakterfiguren. Er zijn spelletjes te doen, smieken en springkussens. Laten we gauw gaan kijken. Ik heb hier een onwijs leuk meisje gevonden. Wat vind je het leukste vandaag? Alles. Wat is alles? En wat is alles wat we eerst doen? En wat weet je niet? Geen idee. Wauw! Het is nog beter als we hem aanlopen. Ja, dat is echt lekker. Zou je daar ook nog iets van? Ja? En hoe ga je daarheen? Met Elsa. Wat ben je aan het eten? Een cakeje. Een cakeje met? Hagelslag, slagroom en spekjes. Klinkt heel lekker. En jij, wat heb jij ervan gemaakt? Een feestcakeje. Een feestcakeje? Vind je het vandaag een feest dan? Een soort van. Lijkt er wel op, hè? Weet je ook waarom het feest is hier? Nee. Nee? Nee. Jij? Het is feest hier omdat we 5 jaar bestaan. Dus eigenlijk vieren we onze verjaardag. Lijkt het een beetje op een verjaardag? Ja. Ja. En wat vond je het leukste vandaag? Nou, zo rennen en dan moet je zo dat glitterband vasthouden en daarna zo wie het verste heeft. Heb je ermee gewonnen? 2 keer. 2 keer zelfs, wauw, knap hoor. En wat vond je het leukste vandaag om te doen? Dit maken. Ja? Alleen maken of ook het opeten? Opeten, hè? Ja, het lijkt me ook wel heel lekker. En wie is je favoriete karakter? Bruno. Bruno? Ja, jij ook? Jij ook? Ja. Oh. En zijn jullie al op de foto geweest met Bruno dan? Nee. Nee? Want mijn moeder zit nu in de auto. En wat is jouw lievelingsprinses? Elsa. En wie is jouw allerleukste karakter hier? Die kaarsjesman. Lumière. Van Belle en de Beest. Jonne, wat heb jij allemaal vandaag gedaan? Ja! Oh, ja! Nou, zo ziet u het maar weer, dames en heren. U moet altijd goed opletten, want anders is het zo over met u. We komen aan het einde van deze fantastische dag bij de Fantasie Company. We hebben genoten van de springkussens, van de cupcakes versieren en griezelen in het spookhuis. Wat ben ik mijn hoedje geschrokken, zeg.
Ik hoop dat jullie het allemaal heel erg naar jullie zin hebben gehad op deze 5e verjaardag van de Fantasie Compagnie. En we zien jullie graag weer terug. Tot ziens!